Oké, okay, spannend. Maar de vraag is, we zien hier alle twee naast onze naam een optie. Ja, maar ik kan librarian niet veranderen. Ja, maar ik kan het wel veranderen. Oh, laat mij maar librarian. Laat mij maar librarian. Ja? Ja. Met intro scene neem ik aan. Ja, lijkt me wel. Lijkt me wel. Kort verhaal, hè? Ja, precies. Oké, okay. Ik denk dat Paddy me nu niet kan horen. Welkom bij deze gloednieuwe serie. We Were Here. Ik heb het nog nooit gespeeld. Ik weet dat het iets van een escape room-achtig iets is. En dat de bedoeling is dat we eruit komen. Dat is eigenlijk het idee. En Paddy en ik kunnen tegen elkaar praten via walkie-talkie. Dat zal wel even wennen zijn. En dan moeten we elkaar er denk ik uithelpen. En het schijnt zo te zijn dat het... nog best wel eens lastig, kan zijn om tegen elkaar of met elkaar het einde te halen, zeg maar. En dat het vriendschappen kan verwoesten, hadden ze het over. Dus ik ben benieuwd. Ja, hij is nou gratis. Ik en Milan gaan ook spelen. En als het inderdaad echt een leuk spel is, dan... Eindelijk toch een grapje. Maar als het een leuk spel is, gaan we de volgende ook nog spelen, dus, hè? Ja, hier was ik net ook al. Moet mijn walkie-talkie pakken. En dan zou Milan mij nou moeten horen als het goed is. Dat klopt, ja. Ah, oké, okay, hoe ziet jouw gebied eruit? Ik heb een library. Ik was ook de librarian, hè. Alleen, ik ben nog heel even aan het kijken, want ik zie wel eens een rondje opkomen, maar ik kan niet echt, weet niet hoe ik dan interact, zeg maar. Dus ik moet wel even naar de options kijken. Interact doe je met E. Of dingen oppakken of interact of iets. Jo, gevonden. Wajo. Tekentjes. Oh, wajo. Oké, wat staat er? Starting in the far west corner. One moves north. Drive. Oké, rechts in de hoek moet ik drie keer... Ja, laat ik maar dan even vertellen wat ik zie. Ik zit eigenlijk in een kamer met één deur. Ik zie verschillende ogen op pilaren. En ik zie op muur geschreven met bloed The Answer Lies. Ik heb dan bijna het idee dat er nog iets achter komt uiteindelijk. Ik heb een boek gevonden en er staat achterop een soort, ja, een aantal zinnetjes. Dus die ga ik even aan jou voorlezen. Misschien dat jij er wat mee kan. Starting in the far west corner. One moves north twice. Take one step south. But not before taking two steps east. What the fuck? Continue towards the eastern wall. Then head toward the end of it all. Maar dat is meer een dingetje. Ik weet niet wat hier noord, oost, zuid of west is. Ik heb geen kompas of zo. Nee, maar ik denk dat je gewoon naar de... Wat stond er ook alweer? Oh ja, de west corner. Ja, dat kan je niet weten. Nee, laat maar. Ik heb wel een muur met allemaal rare tekentjes erop waarmee je kan interacten. Oké, ik heb wel een poster met tekens. Misschien dat we daar iets mee kunnen. Ik ga er even eentje omschrijven. Ik zie een rondje met een kruis er doorheen. En die kruis steekt buiten het rondje uit. Oh ja, ik zie hem. Dat is een rood oog. Ik weet niet of je daar iets mee kan? Ja. Ik heb een rood oog op een pilaar zitten. Oké, dit is heel raar. Want de tekentjes waar ik het net over had... Die komen op deze poster ook meerdere keren voor. Dus ik denk dat we ergens eerst gewoon moeten vinden wat die tekentjes betekenen. Nou, als ik zo om me heen kijk, zie ik naast tekentjes op de twee pilaren... zie ik een rood oog en een groen oog. Misschien moet ik die twee tekentjes hebben. Oké, wacht. Daar kan ik misschien iets mee. Je ziet een rood oog en een groen oog. En dan heb jij een cirkeltje met een kruisje. En nog allemaal verschillende tekentjes. Waarschijnlijk moet jij mij dan vertellen wat het groene oog is... Of het andere oog tenminste. Oké, want het rode oog, daar hoort dat cirkeltje met dat kruisje bij. En heeft dat kruisje drie streepjes of gewoon eens echt een kruisje?
Ja, ik heb hier ook soms een cirkeltje met een kruisje met drie streepjes. Maar dus hij bestaat ook met twee streepjes. Ik heb nou degene met twee streepjes heb ik aangeraakt. Het geeft nu licht. Dus welke is van de groene oog? Kan je dat laatste nog één keer herhalen? Welk tekentje hoort bij het groene oog? Ja, dat verstond ik. Maar op deze poster staat 6 keer het groene oog. Dus ik moet die ergens anders mee connecten, denk ik. Nou, dan... Ik heb nog 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 verschillende tekentjes. Ik ga ze nou even één voor één opnoemen. Dan doe ik mijn walkie-talkie even uit tot jij wat zegt. En dan hoop ik er zo uit te komen. Mijn eerste tekentje is dan ook weer hetzelfde. Een cirkeltje met een kruis en dan een streep verticaal erdoorheen. Oké, en hoort daar een oog bij of moet je die van mij krijgen? Dat oog moet ik van jou krijgen. Kan het zijn dat er bij twee verschillende tekens twee paar ogen zijn? Of twee ogen zijn? Ja, ik heb twee ogen. Aan de linkerkant zat een rode en aan de rechterkant een groene. Oké. Dan weet ik wat welke twee tekens je moet hebben waarschijnlijk. Kan je tekens kiezen? Ja, ik kan tekens kiezen. Oké, dan is het duidelijk voor mij welke je moet hebben. Het linkertekentje moet een stokje met een kontje erbovenop. En het rechtertekentje moet het cirkeltje met het kruis en het verticale streep. Een cirkeltje met een kontje, zei je. Of wat? Eén streepje en daarbovenop dat streepje zit een soort W, een soort kontje. Oh, een soort van kandelaar idee. Ja, een soort van kandelaar idee. En overigens heb ik de aanvulling van die rode dingen die bij jou op de muur stonden. Daar stond the answer lies en bij mij komt er hier dan between the eyes. Dus waarschijnlijk moeten we inderdaad naar die twee tekentjes op zoek. Oké, ja, dan is dat duidelijk. Ga ik nou op die teken drukken en kijken wat er gebeurt. Het was zo te horen niet goed. Oh, ja, ik heb hem al. Ik moest andersom doen. Ik moest eerst dat kandelaartje doen en dan pas die kruis, om het zo te zeggen. Weet je nog dat ik net een boek met tekst had? Ik heb nog een boek met tekst gevonden. Bij mij is er een nieuwe kamer opengekomen. Oh, jezus, dan ben je al verder op weg. Ik heb een soort van krijtbord met allemaal tegeltjes erop met tekentjes weer. Oké, en heb je enig idee wat je daarmee kan? Die kan ik oppakken. Ik zie dat ik kan al naar heel veel kamers toe, dus ik moet gewoon even rondkijken. Ik heb hier nu World's Greatest Chess Moves disc gevonden. Die moet ik heel even op de platenspeler gooien waarschijnlijk. Ik heb ondervonden wat ik kan doen. Ik kan die tegeltjes oppakken en in een drie verschillende vakjes duwen. Maar boven dat vakje hangt een schilderij van een vogel idee met een skelettenhoofd. Dat zegt mij op, als ik heel eerlijk ben, helemaal niks. Ik probeer hier een film af te spelen. Ik heb wel al de disc erin gedaan, zeg maar. Maar hij speelt de film alleen nog niet af. Ik weet niet waarom niet, maar daar moet ik nog even achter zien te komen. Oké, ik heb misschien wel iets heel belangrijks. Oh, ik heb iets heel belangrijks. Ik heb namelijk een kaart gekregen. En daaraan kan ik zien wat noord, oost, zuid en west is. Dat kan inderdaad goed van pas komen. Alleen moet ik daardoor wel nog heel eventjes met jou uitvogelen hoe het eruit ziet. Want ik zie zeg maar een heel gangenstelsel. En het enige wat ik kan zien als aanknopingspunt zijn dozen of tonnen. Mogelijk voor mij van nut kan zijn of niet. Ik heb een schilderij met twee fakkels. Een bord met allemaal tegeltjes erop die ik onder het schilderij kan zetten. Milan, ik heb hier een klok en die begint naar mijn idee steeds zenuwachtiger te tikken. Dat is best spannend. Best zenuwslopend, ja. Vooral voor mijn gedachten. Ik word er echt heel erg zenuwachtig van.
Oké, ik heb dus net een hendel overgehaald en ik heb geen idee wat het gedaan heeft. Oh mijn god, ik weet wat het gedaan heeft. Nu kan ik op de kaart zien, zeg maar, allemaal lichtgevende dingen met kruisjes erop. Dus misschien dat ik dan een beetje weet wat er moet gebeuren. Eerlijk is eerlijk, ik heb nog steeds geen idee wat ik met die kaart moet doen, omdat ik de kaart zeg maar niet herken als in waar je op dat moment bent. Wat nou? Want ik denk dat dit schilderij voor mij echt een key part is. Als jij nou op zoek gaat in jouw gedeelte naar een schilderij, met iets van een gevleugeld beest, heeft hoeven als achterpoten, kippenpoten als voorpoten en een schedel als hoofd. Oké, ik heb in ieder geval wel één ander schilderij gevonden. Die ga ik wel vast tegen jou zeggen, zodat jij misschien daar iets mee kan. En dan ga ik daarna naar jouw schilderij op zoek. Het is een man met een soort ambtsketting om. Met zo'n echt koninklijke cape aan, zeg maar. Oh mijn god, Paddy. Ik heb een zaal gevonden vol met schilderijen. Uh-oh. Ja, hier moet jouw schilderij bij staan, want hier staan die tekentjes ook onder. Dus kan jij me nog een keertje vertellen hoe jouw schilderij eruit ziet? Wacht, het belangrijkste om even te zeggen is, welke kleur achtergrond heeft hij? Zijn vleugel is hetzelfde als zijn staart, als dat een staart is. Hij heeft hoeven als achterpoten. Kippenpoten als voorpoten. En een mensenschedel als hoofd. En welke kleur is achtergrond? Zijn achtergrond is bruin. Bruin. Ik heb hem gevonden, Paddy. Ik ga de tekens zo meteen aan je oplezen. Is goed. Het eerste tekentje is... hoe ga ik dit uitleggen? Het is een rondje met een plusje erin. Dan gaat het... daaronder gaat er zeg maar een streepje en die verandert in een krul. En... die zit zeg maar ook nog in een hokje. Lijkt het op een aap? Met fantasie wel. Heb je... Wat? 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 Oké, dit moet dus sneller. Je weet in ieder geval wat je met die ogen moet doen, hè? Ik weet niet wat het was, maar blijkbaar is het tijd. Ja, we moeten denk ik gewoon sneller. En blijkbaar is het het geluid kan je een beetje aan horen hoe ver je nog al bent in de game. Ik sta weer voor dezelfde muur met die ogen, maar nu zijn ze een andere kleur. Wauw, dat is echt scumbag. Oké. Aan de linkerkant heb ik een rood oog, aan de rechterkant een blauw oog. Oké, het eerste teken is het een wortelteken, als in van een wortel van met wiskunde. En de rechterteken is een cirkel met een kruis erin. Ik heb hem. Oké, nu zijn we weer bij het schilderij. Beschrijf je schilderij maar alvast en geef meteen heel eventjes aan wat de achtergrondkleur is. De achtergrondkleur is bruin. Het heeft weer een veren staart. Hij heeft een slakkenhuis op zijn rug. Hoeven als achterpoten. Kippenpoten als voorpoten. En een geitenhoofd of een schaaphoofd. Het heeft geen horens. Yo, ik heb hem al voor je. Mooi. Het is weer het aapje. Aapje. Ja. De volgende is... Ja, je zou het een veer kunnen noemen. Het is een stokje die je bovenin eindigt met een krulletje. En dan twee pijltjes naar beneden. Ik heb wel een soortgelijk krulletje. Eigenlijk alsof een veertje. Die begint van onder gewoon naar boven toe.
Dan gaat, buigt hij naar rechts toe af. En die twee streepjes staan bij mij naar boven. Ja, de streepjes staan naar boven. Alleen je kan het zien als twee pijltjes naar beneden, zeg maar. Oh, ja, 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 dan is dat hem. En de derde is een robot met vierkante ogen en een vierkante mond. Bij mij gaat de deur open. Heel nice. Ik ben nu in een kamer met inderdaad tonnen en dozen. Ik zie twee pijpen lopen. En ik zie beneden een deur met green. En het water stijgt langzaam. Oké. Bij mij is er ook een deur open gegaan. Het enige probleem daarmee is... is dat die neonkleuren die ik eerst op de kaart zag, die zijn nu verdwenen en ik kan dat ding niet opnieuw overhalen. Oké, maar het water stijgt nog relatief snel. Ik kan hier iets met pijpen doen. Heb jij iets daarvan kleuren van pijpen staan of niet? Ik heb hier zo bronzen pijpen. Ja, ik heb dezelfde soort pijpen, alleen ik heb zeg maar een wiel waar ik aan kan draaien. Een blauwe, een rode en een gele. Draai aan de rode. Oké, heb ik gedaan. Er is niks gebeurd. Wacht, heb je ook een groene? Dan ga ik nog een keer kijken of ik misschien... Dan ga ik nog een keer kijken of ik misschien op die kaarten wat kan zien. Je hebt niet lang de tijd meer. Oké, ik kan op de tijd weer wat zien. Alleen, ik heb geen idee wat ik ermee moet. Het is best wel onduidelijk voor mij wat je er nu mee moet. Ik denk dat ik de groene moet hebben, maar er is helemaal geen groene volgens mij. Ah, dat is echt kut. Ik snap het niet. Ik had een deur... die ging met de trap naar beneden. Was een... Oh, wacht. Hoor je mij nog? Ja, ik hoor jou. Oh, nee, oké. Okay. Er was een deur. Daarboven stond, stond groen. Dus misschien... Ja. Ja. Misschien dat je een groene moest hebben, maar mijn pijpen waren... Oh, mijn god. Dus. Dan moet ik de blauwe en de gele doen. Dat is samen groen, denk ik. Oh, dat zou heel goed kunnen. Ga ik dat doen? Dan gaan we dat zo proberen, ja? Gaan we zo even weer speedrunnen? Ja. Hij heeft dan moeten speedrunnen. Dus linkerkant is groen, rechterkant is blauw. Oké, dan moet je bij links, moet je, bij de groene oog, moet je een cirkeltje met een kruis en een verticale streep. En bij de blauwe moet je een A met een piemeltje. Ja, dat klopt. mijn schilderij is weer bruin van achtergrond. Eigenlijk gewoon precies hetzelfde als net. Met een verenstaart, hoef als achterpoot, kippenvoorpoten, een slakkenhuis en een geitenhoofd. Yo, het is exact dezelfde code. Het is aapje, veertje, robot. Klopt, en hij is weer open. De kleur boven de deur staat nu op orange, maar het is paars geschreven. Ik ga nu eerst even op de kaart kijken. Het water stijgt weer, hè? Oké, dus zal ik dan blauw en rood proberen, omdat dat dan paars is? Want orange kan ik niet maken met deze... Jawel, geel en... moet ik dan geel en rood proberen? Moet ik dan geel en rood proberen of blauw en rood? Doe maar even blauw en rood. Heeft het gewerkt? Het water stijgt nog steeds. Probeer dan maar geel en rood. Ja, 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 het water zakt, het water zakt. Oké, top. Wat zie je nu, Paddy?
Ik moet door een poort heen. En daar aan de andere kant zie ik al staan: Bring down the guiding light. En het is een hele grote kamer qua doolhof. Ik zag zojuist iets wegkruipen tegenover mijn hal. Ik voel me niet veilig, Milan. Ik heb op het moment gewoon geen idee hoe verder. Maar ik heb hier ook nog steeds die filmrol staan waar ik nog steeds niks mee kan. Ik heb wel een schilderij gevonden van een hond. Het ras weet ik niet even uit mijn hoofd. Maar het heeft een groen achtergrond. Groen-blauwig. Ja, ik heb op het moment nog nergens waar ik iets met nieuwe schilderijen heb of zo. Ja, het is een doolhof, dus misschien dat je nou die kaart nodig hebt van tonnen en dingen? Die kans is heel groot. Oké, Paddy, wat zie jij? Ik zie waar je bent binnengekomen. Kon je toen naar links en naar rechts? Ik zag weer net iets lopen en ja. Dan als je naar rechts gaat en weer naar rechts, dan staat daar een knop, een blauwe knop, klopt dat? Ik probeer nou de entrance weer even te vinden. Ik denk wel dat ik weet hoe deze puzzel moet, dus dat gaat helemaal goed komen. Als ik op tijd... Ja, ik ben terug bij de entrance, ja. Wat je doet, je gaat naar rechts en daarna meteen naar rechts van een trappetje af waarschijnlijk. En dan zit daar een blauwe knop. Ja, ik zie inderdaad een blauwe lever, ja. Oké, druk die in en dan ga weer terug waar je vandaan kwam. En dan ga je bij de entrance ga je naar links en dan meteen naar rechts. Bij de entrance naar links. En dan meteen naar rechts. Ja, dan kom ik bij die schilderij uit met die hond. Ja, ik kan geen schilderijen zien, maar als het goed is loop je dan weer tegen de muur aan, kan je naar rechts en dan meteen weer naar links en dan kom je in een nieuwe hal. Klopt dat? Nee, dat klopt niet. Ja, dan, want met die levers kan je dus blijkbaar iets, maar ik heb dus geen idee. Wat je kan doen is dat je nog een keer naar de entrance gaat en dan helemaal rechts en dan gewoon doorlopen en dan gewoon het pad volgen. Even kijken waar je dan uitkomt. Naar rechts, zei je? Ja, bij de entrance naar rechts en dan gewoon doorlopen en dan het pad volgen. Dan kom ik bij een gate uit met blauwe lampjes die op slot is. Ja, want die heb ik net op slot laten doen, zeg maar. Dat heb ik expres gedaan, zodat je er net bij, als je de andere kant op ging, dat er dan eentje open zou gaan. Maar dat is dus niet heeft dus niet gewerkt. Dat snap ik niet helemaal. Ik kijk even welke kleur dan die andere gate. Wat is dat? Daar is geen gate. Zo moeilijk is het niet. Huip! Ik zie zijn scherm niet. Dat is echt raar. Want op het moment dat jij bij de entrance naar links gaat, dan ga je meteen naar rechts. En dan ga je meteen weer naar rechts. En dan ga je naar links. En dan is daar een gate. Wacht, ik ga nu even terug naar de entrance en dan gaan we nog een keer kijken, ja? Ja. Ik ben nou weer bij de entrance. Oké, als je met de rug naar de entrance gaat, ga je naar links van een trappetje af of een trappetje op? Ja. Dan meteen naar rechts. Weer een trappetje op, trappetje af. Ja, dat klopt. Dan kom je bij een T-splitsing en dan ga je weer naar rechts. Ja. En dan ga je naar links en dan is daar als het goed is een gate. Nee. Kom je dan gewoon in de nieuwe kamer, zeg maar? Ja, ik zie wel een gate met een blauwe lamp die omhoog staat. Dat wel. Ja, die heb ik net opengemaakt. Daar moet je doorheen. Ja, oké. Daar ben ik nou doorheen. Dan zie ik een groene lever in de verte. Ja, die moet je pakken. Die heb ik nu overgehaald.
Ik moet een nieuwe, ik moet nog een keer even die neonlichten aanzetten. Dus ik ben zo weer bij je terug. We hebben waarschijnlijk niet heel veel tijd meer, maar ik moet heel even die neon weer aan. Oké, dan loop je helemaal terug naar de blauwe lever en dan doe je de blauwe lever weer omhoog. Oké, ik ben onderweg. Dat is hier naar rechts dan. Ja. De blauwe lever ga ik nu weer omhalen. Oké, als je daar dat gedaan hebt, dan ga je in plaats van links naar de entrance, ga je rechts. En dan volg je het pad en dan is als het goed is die blauwe gate open. Ja, dat klopt. Dan loop je daar doorheen en heb je zometeen in die kamer aan de rechterkant dat je een groene gate doorheen kan. En daar is een rode lever. Ik ga nu... Ja, ja, ik zie de rode lever. Oké, als je die rode lever gedaan hebt, dan volg je het pad helemaal terug naar de blauwe lever. En dan doe je die weer aan. Zo kom ik ook al met kilo's, hè? Zoveel lopen. Dat klopt, maar ik ben blij dat het lukt, zeg maar. Dus ik vind het echt leuk. Ik vraag me af hoe Sander op het spel zou reageren. Rage quit waarschijnlijk. Ja, ik ben nu bij de blauwe lever. Moet ik die weer overhalen of niet? Ja, blauwe lever overhalen. En dan ga je dan ga je de gang weer uit en dan ga je weer naar links. En dan loop je weer helemaal naar de groene lever toe. Kijk, loop, iets wat jij nooit doet. Nou, dat vind ik nou eens gemeen van jou. Hou me tussendoor even op de hoogte waar je zit. Ik ben nou weer bij de groene lever. Die weer overhalen neem ik aan. Ja, doe je overhalen en dan kan je de gang, zeg maar, de groene gate in diezelfde kamer kan je door. Groene gate in dezelfde kamer. Trap het je op of niet? Ja, trap het je op en dan ga je meteen de eerste trap naar links. Ja. Ja, ja, ik ben eruit. Klaar is Kees. Ik ben nou buiten en ik zie een heel groot schaakbord. En leuk feitje, ik kan niet schaken.